Hallo allemaal en superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik een ruilsamenwerkingspakketje unboxen. De ruilsamenwerking heb ik samen met Lise gedaan, mijn allerbeste vriendin. En als je wil zien hoe ik het heb ingepakt, dus haar pakketje, dan moet je zeker even de vorige video kijken. Want daar heb ik dat helemaal uitgelegd. Ja, uitgelegd. Wat zeg ik allemaal? Daar heb ik haar bestelling ingepakt. En Wow, ik kan echt niet meer praten. Even, wacht. We beginnen even opnieuw. Dus, ik had in de vorige video laten zien hoe ik bestellingen inpak en hoe een ruilsamenwerking had ik toen ingepakt. En daarna was ze naar hier gekomen om dat te komen wisselen. En dat ligt hier achter mij. En dat ga ik dus unboxen. Dus, zijn jullie benieuwd? Wow, ik kan echt niet meer mijn woorden komen vandaag. Oké, dus zijn jullie benieuwd wat er in die doos zit achter mij? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal en geef deze video een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Oké, dus hier staat de doos, dus gewoon een schoenendoos. En hier zitten alle spulletjes in. Maar als eerste ga ik dit leuke kaffepapier laten zien. Kijk hoe mooi. Kijk hoe kleurrijk. Echt helemaal in love met deze kleuren. Wacht. In het echt zijn die iets donkerder, iets feller. Maar dus dit, als eerste heb ik dus deze rol kafpapier. Dit is echt inpakpapier. Die is echt super leuk. Hier ga ik waarschijnlijk heel leuke zakjes mee maken. En dan hier is die doos met alle spulletjes erin. En ik ga die open doen. En dan ziet er zo uit. Oké. Als eerste zie ik heel veel bubbel enveloppen. Normaal zijn het er 13 als ik me niet vergis. Dus dat zit hierin. En dan zit hier zo een stukje vloeipapier met een sticker erop. Salo sticker. En ik ga dat nu open doen. Heel voorzichtig. En dan, wow, kijk hoe leuk dat eruit ziet, mensen. Echt heel leuk ingepakt. Dus als eerste zie ik hier allemaal confetti. Dit is hartjes confetti, regenboog confetti en ja, roze-blauwe confetti. Echt heel, heel leuk. En dan zie ik hier organza zakjes. Wacht, hè. Twee blauwe en één witte met zo'n glittertjes. Als volgende heb ik hier van deze mini zakjes. Dat is echt heel schattig en ook heel klein. Waarschijnlijk kan ik hier oorbellen in doen. Deze, echt heel leuk, leuk. En dan zie ik hier drie pakketjes. Dus die ga ik allemaal unboxen. Ik bedoel vier, want hier is er nog één. Wow, echt heel leuk. En voor de rest zit er allemaal confetti in. Zo van die hartjes confetti. Maar dan heb ik hier nog een bedankkaartje. En er staat op: thank you for your order. En haar website staat hier op. Oké, dan gaan we nu deze drie zakjes, vier zakjes open doen. Als eerste begin ik met dit zakje. Volgens mij zit een extraatje, want er staat op for you. En ze had zoiets gezegd van dat op het extraatje een for you sticker ophangt. Dus ik denk dat dit het extraatje is. Maar we gaan het eens heel eventjes openen. Ik ben echt nieuwsgierig. Oké. Als eerste zie ik hier zilveren vederklemmen. Echt heel leuk. En nog meer hartjes confetti. Oh, leuk. Oké, dan gaan we door naar dit zakje. Een zeemermijn zakje. Daar staat een sticker op met happy. En dan gaan we ook eventjes open doen. Oh, wacht. Er komt heel veel confetti uit. Maar hier zit dus een stickerpakket. Wat zeg ik, stickerpakket? Een kralenpakket in, zo alle kralen. Ik kan echt niet meer praten vandaag. Ik bedoel dus een kralenpakket. En ik zal het er even uithalen. Als ik het open krijg. Wow, kijk hoeveel confetti erin zit. Ik ga dat open scheuren. Ja, want dan kan ik dat beter laten zien. Oké, als eerste heb ik 4 mm van deze groene blauwe kralen. Dan als volgend heb ik gele kralen. Dit is 3 mm. Dan heb ik 4 mm groene kralen. 2 mm
blauwe kralen. 4 mm rode kralen. 4 mm witte kralen. En dan nog 2 mm groene kralen. Echt heel leuk. Dan ga ik door naar het volgende zakje. En we nemen dit stippenzakje. En er staat een thank you sticker op. En hier steken volgens mij de sterrenzakjes in. Dus we gaan heel even openen. Ja, ik had gelijk. Hier steken de sterrenzakjes in. En nog een oranje zakje. Echt heel schattig. Ik ga het er heel even insteken. Zo. Dan gaan we door naar het laatste pakketje. En kijk even hoe leuk. Kijk dat in papier. Hoe leuk dat is. En ik ben heel nieuwsgierig wat erin zit. Wow. Wacht. Als eerste zie ik hier een mix. Een 4 mm kralenmix. Echt heel leuk. Dan heb ik hier pareltjes. Als volgend heb ik hier, zeg ik het, veterkruimen, kettelstiften en nietstiften en een hartjeskraal. Heel leuk. Dan zie ik hier nog meer 4 mm kralen. En dan als laatste is het een kralenpakket. Ik zal het er eventjes uithalen. Dit is een 3 mm kralenpakket. Zo. Als eerste zie ik hier gele 3 mm kralen worden. Gele 3 mm kralen. Dan heb ik lichtroze. En groen achter de 3 mm kralen. En dus eigenlijk alles wat ik heb van haar. Echt heel tof. Maar echt heel leuk. Ingepakt ook. Dus er komt zelfs een video in beeld. Van hoe alles eruit ziet. Of ja, wat ik allemaal heb gekregen. Dat komt altijd op een van de video. Probeer ik dat er altijd in te steken. Omdat dat wel leuk is. Dus eigenlijk was dit de video al voor vandaag. Het was misschien een hele korte video, maar wel een leuke video. Ik ga proberen elke week een video online te zetten om 4 uur. Dus elke woensdag om 4 uur. Ik ga dat proberen. Ik kan niks beloven, maar ik kan het proberen. Want dat leek me wel leuk om wel actiever te zijn op YouTube. Aangezien mijn video's ook wel goed worden bekeken en mensen het heel leuk vinden om naar te kijken. Dus ja, als jullie dat willen, moet jullie dat zeker even laten weten in de reacties. Dus dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op dit kanaal. En geef deze video een dikke duim omhoog. En tot de volgende keer. Doei!